Ik ben weer geslacht. Ik heb weer wat binnen. Vinden jullie dit nou mooi of vinden jullie dit nou mooi? Nog steeds lekker onderweg, weg, weg. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 6 januari 2023. En ik ga even naar de Zeeman en even naar Hans Anders. Ik heb Roderick nu aan de telefoon. Ik heb allemaal aan de telefoon gehad, die moet nog de hondje uitlaten. Ja, ik ga dan eventjes denk ik vandaag gewoon even mijn eigen ding doen. En dan zie ik mama maar even niet. En dan hoop ik dat ik morgen maar even mama zo kan zien. Ik heb gisteren mama al gezien, nog eventjes. Maar maakt ook niet uit, geeft niet. Maar dat weten jullie dat ik mama gisteren heb gezien. Maar nou ga ik eventjes eerst naar Zeeman en dan even naar Hans Anders. Ja, alleen de prijs is wel eens anders. Ja. Vooral nu in deze dure, rare tijden. Hè? Ja, precies. Nou, ik ga dus nu richting de Zeeman. Oh, ik ben weer geslacht. Ik heb weer wat binnen. Nou, dat is een heel mooi bosje bloemen, ja. Dat is één ding wat zeker is. Maar ik ben ook al bij de Hans Anders geweest. Ik heb even prijsindicatie gevraagd. Als ik het nu zou halen, dan zou ik 45 euro kwijt zijn. Maar ik wil gewoon even bij mijn eigen Hans Anders in Den Haag zondag samen met Ro even wat meer informatie opvragen. Of het handig is met sterkte of gewoon zo. Maar dat hoor ik dan wel weer. Maar dan ga ik weer even kijken hier aan bij de kruidvat. Ja, voor wat leuks. Iets anders grappigs. Dus ga ik even kijken of ze dat hebben enigszins. En anders ga ik weer naar de andere kruidvat. Ja, en mama die heeft mijn locatie. Dus ook dat wordt wel weer leuk. Hoop ik. Toch ergens. Nou, vinden jullie dit nou mooi of vinden jullie dit nou mooi? Nou, ik vind er geen ene reet aan. Deze hele kunstwerk op die hele blokkerpand niet. Maar... ik ben net dus hier geweest, ja. En wie heb ik gevonden? Nou, iemand heeft mij gevonden. Hey! Hi! Ik ben ingezoomd. Nou, ik heb mama dus gevonden, zoals jullie kunnen zien. Ja, nou, ja, mama heeft mij gevonden. Want ik had al, dus namelijk heel leuk en mijn locatie doorgestuurd. Alleen mama die kon mij dus niet vinden. Want ze stond bij de kruidvat. Maar maakt niet uit, we hebben elkaar gevonden. Dus we gaan wel weer... kijk, het gaat nou net aan. Oh, wat leuk. Alleen, het is nou nog een beetje tegenlicht. Maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niks. Hier, ik ben nog steeds lekker onderweg, weg, weg. Het is al lekker aan het schemeren, zoals jullie kunnen zien. En ja, ik ben nog steeds ook nog weer goed gemutst. Ja, mama niet trouwens. Mama en mama is helemaal niet goed gemutst. Nee, oh, schande. Nee, hoor. Ik heb eten. Ik ben goed geslaagd. Ja. En dan ga ik even met mama eventjes naar de Vomart. En dan ga ik ook weer lekker terug. En moest kijken, dit is zo mooi. Ik vind eigenlijk geen zak aan, weet je dat? Echt niet. Zo zak vroeger? Ja, vroeger, dat weet ik allemaal. Dat weet ik allemaal wel. Maar zo zag vroeger het station eruit hier. Ja, vroeger hier. Ja. Hoe laat leven we nu? In werk tot heet? 4:15. Dus, en dus die klok die loopt gelijk, mam. Ja. Kijk eens. En nou zien jullie het wel eens een keer. Met... alleen, het is jammer dat dit licht er weer is. Maar als ik die kant op doe, is het ook weer mooi. Ja. Dus ja. Helemaal top. Goed. Ja, dat zeg ik. Ik ben goed geslaagd. Welke kant wilt u op? Rechtdoor, dikker? Rechtdoor en dan links. Oh, rechtdoor en dan links. Oké. Okay. Zings. Zings. Dus. Ach ja.
gaan erbij maken. Tja, het is even een korte vlog waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb wel weer wat actiefs gedaan vandaag. Ja, maar ik schrok gewoon wakker om 2:30 van een vliegtuig die overging. Oh, 2:30, mijn genade, ja, ik schrok wakker. En mama ook trouwens, want die zat recht overeind in bed met de honden erbij. Ja. Ik loop dus nou bij de Vibra. Mama is nu naar huis, want ze had nog maar in één keer één streepje over. Dus nou, dan ga ik ook maar lekker weer terug. Het is 5:30, dus kan ik nog eventjes nog een beetje bijtanken. Misschien nog even wat leren, want dat is ook wel een hele goeie. Om weer wat te leren, want als ik rijinstructeur wil worden, moet ik toch wat gaan leren mezelf. Ja, dus dat ga ik even lekker doen. Gaan we lekker terug. Ik heb eten. Dus ga ik ook even opwarmen. En dan boven even eten. En dan vanavond weer aan de bak. Ja, lekker even. Lekker ontspannen. Heerlijk. Ja. En kijk eens. Daar is het gezellig, zeg maar. Allemaal verlichten. Mooi als je hier kijken, helemaal niet mooi. Zie je dat? Wat een verschil, hè? Als je dan daar gaat kijken, mooi gezellig. Dan hier niet. Nee, nou ja. Maakt het maar niet uit. Het is niet mijn probleem. En dat zal het ook niet worden. Dus. Ja. En eigenlijk als ik nou weer ga kijken, dan ben ik gewoon moe. Ja. Het liefst dan duik ik in mijn bed en ik ga slapen. Voor een aantal x-uurtjes. Ja. Dat is dus als je in een rauwe verwerking zit. Ik ben gewoon zo snel moe. Weinig energie. Maar wel ja. Maakt niet uit. Het komt allemaal wel goed. Hoop ik toch wel weer ergens. Dus. Ach ja. We gaan het meemaken. We gaan het zien. Dat zei ik net ook al. Ik weet het. Ik blijf een beetje in herhaling vallen. Ach ja, joh. Ja. Mensen, ik hoop dat jullie wel weer hebben genoten van deze kleine korte vlog. Ik zou zeggen, zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer, reageer en doe het belletje aan. Want dan blijf je zeker op de hoogte met elke dag wat ik online plaats. Om 2:00 weer een gloednieuwe vlog. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.